Zo, we zijn weer terug naar de selfie-opname. We gaan nu, zoals gezegd, zijn we op de weg terug naar beneden. Het centrum van Valkenburg, zo'n beetje. Nou, dit is natuurlijk... Als je hier vanaf zou springen, dan denk ik wel dat je het zult overleven. Laat staan als je hier aan de bosjes gaat springen. Ja, het is natuurlijk toch een beetje wrang om te zeggen dat het in principe, nou kijk je echt de diepte in. Als je jezelf wat aan wil doen, ja, dan is dit ook een methode. En dan moet je hier springen, waar ik nu mijn camera op richt. En dan red je het echt niet hoor. Maar dat was net ook het geval bij de Wilhelmina te horen. Als je dan naar beneden springt zonder vastgegespt te zijn, dan vrees ik ook dat het einde oefening is. En er zijn mensen die dat doen. Nog een laatste blik voordat ik weer beneden aankom vanuit de kabelbaan. Om vervolgens dit middag tripje, dit Valkenburg, op deze zondag 30 juni af te sluiten. Zo, we komen nu aan, zoals je ziet, en we zijn weer beneden. Ik hoop dat de scooter er nog staat. En dan kunnen we weer naar huis. Echte aanrader. Wilt u naar Valkenburg? Tot zover. Zeg bedankt. Ja, tot ziens. Okay. Ja. Hoi. Is dat de foto? Ja. Even kijken, want ik ben ook reclame aan het maken voor...